eindresultaat. Luke Skywalker in het midden. Tussen Darth Vader en de Mandalorian in. Het was een leuk projectje. Vrij vlot klaar. Weinig herhaling in de bouw, dat is ook wel fijn. Bij Mandalorian en Darth Vader was dat wel namelijk. Red 5 periode. En dat is eigenlijk de periode dat ze dit zich afspeelde. Dus, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ik zit op de 219. Wil je nog veel meer Lego zien? Ik heb nog ruimte zat in de kast. Anders heb ik een kast naast. En we gaan voor de 1000. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.